Op 21 augustus 1930 viel de eerste Zuiderzeepolder, de Wieringermeer, droog. 11 jaar later was hij geheel in cultuur gebracht. Met de bedijking van de meer dan 2 maal zo grote Noordoostpolder werd in 1936 een begin gemaakt. In 1942 viel deze droog en kon men hier met het in cultuur brengen beginnen. Nu zijn we 7 jaar verder. De Noordoostpolder is een levend stuk Nederland geworden. Over 8 jaar zal het nieuwe land een bestaan bieden aan 30.000 à 40.000 mensen. In de Noordoostpolder, daar werd en wordt iets groots verricht. Het is nog 2 keer zoveel licht als 5 minuten geleden. We zijn natuurlijk een gemeenschap van doeners. We zijn een gemeenschap van handen uit de mouwen, mouwen opstropen, poot in de klei, hè, zoals we dat mooi grof kunnen zeggen. En kunst zit niet echt in onze genen. Kunst is iets wat we, denk ik, wat we met elkaar hebben moeten leren waarderen. En wat binnen Noordoostpolder ook tot waardering is gekomen. Maar het zit niet in onze genen als zijnde. We zijn niet bij elkaar gekomen hier om kunst te maken. We zijn bij elkaar gekomen om te produceren. Vaak is toch het eerste wat je ziet, is toch ook wat het is. Als kleine jongen ging ik altijd voor schooltijd ging ik altijd vissen. En ik ving niet veel hoor, maar ik zag vooral heel veel. Ik zat dan aan de waterkant te genieten van de zonsopgang. Ik zat te genieten van de hele sfeer rondom die tijd. Hè, hoe de natuur vlak voor zonsopgang even stilvalt. En vlak na, als die net weer op is, dat er een cacofonie van geluiden van dieren, eenden, vogels weer losbarst. En dat herinner ik mij. En toen ik een paar jaar geleden een beetje in een creatieve dip zat, dacht ik van hoe ga ik daar eens even wat mee doen. En toen herinner ik mij dat weer. Ik denk, oh dat was gaaf, oh ja, zonsopgang, daar ga ik eens wat mee doen. En dat wil ik weer eens meemaken. En dat ben ik een paar keer toen gaan doen. En dat zette ik dan mooi op Facebook. En toen reageerde iemand van, goh, ga je dit elke dag doen? En ik denk, ja, waarom niet? En ik heb ja gezegd, dat ga ik elke dag doen. Zou je erover kunnen spreken, over typisch Noordoostpolder kunst? Ik weet het niet. Kijk, de omgeving, ik trek het even naar mijn kunst, naar fotografie. De omgeving nodigt natuurlijk uit om op een bepaalde manier naar landschap te kijken. Maar sowieso om hier te zijn op dit tijdstip, dat is sowieso een feestje. En dan zal je er helemaal geen mooie foto uit krijgen. Noordoostpolder is lage horizon. Dat zijn weinig bochten. Dat is allemaal recht toe, recht aan. Met daarin prachtige elementen. Noordoostpolder is prachtige luchten die je gaat bekijken, die je kunt zien. En dat is wel een bepaalde manier van fotograferen die specifiek is voor dit gebied. En dat maakt het toch wel echt wel Noordoostpolder. Ja, heb je dan specifieke Noordoostpolderkunst? Ja, ik denk het dan toch wel. En ik denk ook als je naar andere kunsten kijkt, hè, theater bijvoorbeeld. Hè, theaterstukken over het ontstaan van de polder of juist over Schokland. Ja, die kun je ook alleen maar hier maken. Zo.